Wat tof dat je deze video hebt aangeklikt. Mijn naam is Melvin en vandaag gaan we het hebben over een nieuw weetjesvideo over Bas, die het NK 5 jaar lang heeft geoefend, het NK goochelen, en op een gegeven moment helaas net niet op een podium is gekomen. De vorige weetjesvideo ging over een ratelslang die verslagen werd door een muis. En deze weetjesvideo is helaas niet waar. Want A, jullie kunnen het al raden, een ratelslang gaat geen gif spuiten of bijten op een muis. Want de ratelslang doet het namelijk met zijn staart. Om zeg maar de muis zo te gaan draaien, zeg maar, dat de muis helemaal gek wordt. En op een gegeven moment als hij ongeveer slaat of zo. Ik heb niet zo heel veel kennis over slangen, maar ik heb wel een beetje gelezen hoe het werkt. Als hij hem dan zeg maar slaat met zijn staart of zo, dan wordt hij helemaal verdoofd en weet ik het allemaal. Maar in ieder geval, het weetje is helaas niet waar. En ook kon je het raden dat een slang door zijn eigen gif niet doodgaat. Dus het weetje is niet waar en de winnaar komt hier op het fotolijstje. Dus vergeet ook zeker even niet te abonneren op zijn kanaal. Het linkje staat hier in de beschrijving. En als je het toch over abonneren hebt, ik doe elke keer deze link, maar ik vind het gewoon super leuk om te doen, want ja, daar is deze link voor. Als jij abonneert op ons kanaal, kun je namelijk kans maken op, tromgeroffel, een nationale bioscoopbon ter waarde van 10 euro. Zo zeg abonneren. Maar deze volgende weetjesvideo gaat over Bas. Bas heeft namelijk 5 jaar lang geoefend om mee te gaan doen aan een Nederlands kampioenschap. En hij heeft er heel veel voor gewerkt. Alleen toen hij 3 jaar was, is een beetje raar. Nee, hij heeft namelijk 3 jaar lang heeft hij namelijk geoefend op een act. En hij heeft al 2 keer meegedaan aan het juniorenkampioenschap. Alleen helaas heeft hij daar niet zijn waarde gekregen. Omdat hij namelijk een handicap heeft. En zijn handicap is namelijk autisme. En elke keer werd hij daar ja, niet echt door gepest, maar hij kon zeg maar van de jury, kon hij bij het Nederlands kampioenschap junioren, waar hij 2 keer heeft meegedaan, zei hij van ja, je bent alleen maar stijf en de kleine jongetjes die 9 waren, die hadden hem elke keer verslagen. Dus op een gegeven moment had de jury gezegd van ja, je bent gewoon niet goed en ik zou gewoon stoppen met je categorie, met goochelen, want hij deed categorie manipulatie en dat was de moeilijkste categorie van het goochelen. En toen zei hij van ja, ik zal het maar gewoon niet doen, want het is gewoon te moeilijk voor je. Want je bent maar stijf en je bent niet echt enthousiast en huppelpup. En dat vond hij natuurlijk niet zo leuk. Maar hij bleef maar doorgaan, want hij had 1 motto en dat was never give up. Hij bleef doorgaan en voor de mensen die niet Engels kunnen, never give up is geef nooit op. Maar hij bleef maar doorgaan. Hij geloofde gewoon in zichzelf en hij wilde zo graag meedoen aan het Nederlands kampioenschap volwassenen. En daar heeft hij heel lang voor gestreden. Toen hij 4 lang heeft geoefend, wilde hij meedoen. Wilde hij zeg maar aan zijn coach laten zien hoe goed hij was en kwalificeren voor het Nederlands kampioenschap. Alleen helaas kreeg hij toen 5er. Deze 5 heeft hem namelijk 1 jaar lang geduurd. Ja, een half jaar, een jaartje. En daardoor kon hij helaas niet meedoen aan het Nederlands kampioenschap. Dus moest hij weer 2 jaar wachten, want het ging namelijk om het jaar en soms om het 2 jaar. Dus hij moest weer 2 jaar wachten en uiteindelijk, na 5 jaar, 6 jaar lang oefenen, kon hij meedoen aan het Nederlands kampioenschap goochelen, want hij was gekwalificeerd. En hij heeft namelijk ontzettend hard zijn best gedaan, hij heeft het super goed gedaan en op een gegeven moment heeft hij helaas niet gewonnen. Hij heeft helaas geen 3e plek, 2e plek en 1e plek gewonnen. Maar hij heeft een interview gedaan waar hij heeft uitgelegd dat hij super trots was. Hij heeft zelfs ook een oorkonde gekregen. Maar hij kon het een beetje zien als een troostprijs en als een mooie 4e plek. Maar is deze nieuwtjesvideo helemaal fake of is het waar? En denken jullie echt dat Bas gewoon zo lang heeft gestreden en helaas niet een prijs heeft gewonnen, maar wel de prijs dat hij een oorkonde heeft gehaald? Laat het dan eventjes hier in de reacties weten of dit waar is. En ja, misschien kom je straks wel hier op het fotolijstje. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Dus doe zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook zeker even niet te abonneren op ons kanaal, want dan kun je namelijk
waardebon winnen. En laat dan ook even hier in de reacties weten van ik heb geabonneerd en ik wil gaan meedoen aan deze actie. En dan zie ik jullie de volgende keer weer met weer een gloednieuwe video. Doei!